beste Schweinsteiners. Ten eerste wil ik jullie allemaal feliciteren om het jaar tot nu toe te overleven. Ik heb vaak met mijn handen in mijn haar gezeten tijdens mijn tijd hier. Maar ik wil geen appelen met peren vergelijken in mijn tijd. Maar ik wil jullie wel waarschuwen, anders zijn jullie het misschien die met de gebakken peren zitten. Thijs Paradijs, Daniels moppen, de bouwvallig verklaarde refter en een voetbalveld dat al onder water staat als je nog maar eventjes op plast, zijn maar enkele voorbeelden van wat jullie nog te wachten staat. Gefeliciteerd dus! En don't forget, kids, don't do drugs. Silence! De Swiffer 2000. Eindelijk, na al die tijd. Ik ben een neuzige jongen. Genoeg gelachen. De reden waarom ik je naar hier heb gelokt, mijn beste Harry, is eerst en vooral om je mijn nieuwe neus te laten zien. Deze heeft immers te veel geld gekost om compleet onopgemerkt te blijven. Fantastische chirurg trouwens. Je zou misschien beter zelf een keertje langs gaan. Dus wat, waar was ik gebleven? Ja, de reden waarom ik je naar hier heb gelokt is omdat ik wat met je te bespreken heb. We zijn in het verleden niet altijd de beste vrienden geweest, Harry. Maar ja,
New year, new me. Dus daar moet wat aan veranderen. Ik zou je dan ook willen vragen, Harry, om eens heel goed naar mij te luisteren. Zou jij niet... Het hier.